Goeiedag dames en heren, ik ben Veganetjoep en ik laat jullie alles zien rondom het uitpakken van een aquarium en waar je op moet letten in eerste instantie. Gaan we hem dan uitpakken? Nou, nu we toch bezig zijn met de gehele video, moeten we natuurlijk eerst het belangrijkste uitpakken, de aquarium zelf. Ik laat je zien hoe die eruit ziet. We hebben hier een mes om hem open te maken, een meetlint om hem op te meten. Even voorzichtig, want er is van glas, dames en heren, op een krukje. Hier hebben wij de doos waar de aquarium in zit. Nou, om te beginnen moeten we dus eerst de aquarium uitpakken. Dat doen we dus met een schaar of een mes. Ik snij enkel mijn tape door, want meer dan dat zal niet nodig zijn. We kunnen de doos hergebruiken. Ik heb deze aquarium besteld bij petsplace.nl.com. Is een dieren speciaalzaak. Ook in Lelystad hebben wij de dieren speciaalzaak Pets Place. Is een bekende dierenwinkel. Daar hebben wij deze aquarium vandaan. Hier zit een aquarium in, dames en heren. Van 60 bij 30 bij 30 zou het moeten wezen. Dus ik ben benieuwd wat wij gaan aantreffen. Oh, hij is goed ingepakt, zeg. Nou, we hebben de doos open. We vouwen hem helemaal open. Helemaal open, zo. We hebben hier de bon. Het is een Kiano Aquarium 60 liter. 60 liter geloof ik. En 80 led. Dus ja. Of het staat er niet eens bij eigenlijk hoeveel liter het is. Dat vind ik wel heel apart. Maar we gaan hem dus uitpakken. We hebben natuurlijk diverse isolatiemateriaal als het gaat om het kopen van een aquarium. Het dient zo voorzichtig mogelijk te gebeuren. En vandaar dat we heel veel van deze luchtmaterialen erbij hebben. Het is een flinke spierval gezien. En het blijft maar komen. He, hebben we eindelijk het uiteinde. Zo, alsof we een slinger gaan ophangen. Om een aquarium te versturen, het is natuurlijk van glas of ander materiaal, maar in dit geval glas, moet dat natuurlijk goed ingepakt worden met luchtbescherming. Dat doen ze dus door middel van deze kleine luchtzakjes of airbags. Nou, die leggen we even op de grond. En dan hebben we hier de prachtige aquarium. We hebben hier nog een bon. Zo stuur je het product terug. Toesturen. Nee, retourinformatie. We willen niks op toesturen, dus dat is logisch. We hebben hem namelijk besteld. Hier, dames en heren, tot uw verbazing, zit in deze doos met de post dit aquarium geleverd. In Nederland is dat gewoon mogelijk om een aquarium gewoon met de post te doen. Het is heel bijzonder. Dat doet niet elk bedrijf. Alleen ja, als je goed betaalt, dan willen ze toch wel de doos opsturen met de goede materialen om het aquarium heel aan te laten komen. Nu gaan we hem even uitpakken. Want ik kan er precies onder. Hop. Die zetten wij even daar. De doos gaat opzij, want die is leeg. Ik wil opzij willen, zo. Wow. Ga ik nou bijna met mijn dikke kont op het aquarium zitten, dan zou die alsnog bijna stuk zijn. Hier, dames en heren, hebben wij een aquarium wat compleet is. Ongeveer 60 centimeter in doorsnede, 30 diep, 30 hoog is wat op de zijde staat. Neem niet kwalijk als de maat ietsjes verschilt. Het is dus een kant-en-klare aquarium. Alleen nog planten en dingen aanschaffen. Dus tot zover kant-en-klaar eigenlijk. De pomp erbij zit, de verwarmingselement zit erbij. Dus als het niet goed is of hij is beschadigd, sturen we meteen terug. En dat is dan hun probleem, want ik heb voor mijn heel product betaald. En niet voor een halve. Dus ja, we gaan hem nu openmaken. Het moment is daar. Wij gaan hem openmaken, heel voorzichtig. Want we willen natuurlijk de doos zo voorzichtig mogelijk openmaken. We zien ook, het staat er ook op. Aquarium 60 LED. Lightning System. Lighting System. Nou, gaan we hem uitpakken. Ik ben heel benieuwd wat wij aantreffen. Even ruimte maken. Zo. Oh, gloeiende, gloeiende. Oh. Is dat even een mooie bak? Dit is trouwens de unboxing video van de aquarium. Een eigen onderwerpje ervan. Je dient altijd goed te controleren of je barsten of rare onevenheden ziet. Rare gebroken plekken bijvoorbeeld.
Wat ik wel leuk vind te vertellen is dat dit aquarium gaat namelijk met een scharnierdeksel. Want de meeste kleine aquaria's hebben geen mooie scharnieren. Hier hebben wij scharnieren. Dat maakt het makkelijk voor het onderhouden van het aquarium. Nu is het moment daar. Hij moet uit de doos. Uit de doos. Komt die dan, hè? Doosje daar. Hier de bak. Heel voorzichtig, want we willen de bodem niet breken. Zo, hier hebben wij dus de aquarium met de bijbehorende deksel. De deksel hebben ze niet heel goed erin gezet. Een beetje lomp vind ik zelf. Want hoe krijg je die er nou netjes uit? Ah, wacht, ik zie het. Hoppa. Hey, bananen. Is het een bouwpakket? Nee, toch? Nou, we zullen zien. We hebben hier dus de deksel, dames en heren. Waarvoor? Oh, dat is wel heel vaag. Dat moet ik even zien waarvoor dat is. Volgens mij is dat een spiekgaatje. Oh, ik kan nog helemaal openen, maar kijk, dat gaat nog een beetje stroef. Maar we hebben hier een kijkgaatje, zodat we hier de voering kunnen doen. En niet steeds de hele deksel omhoog hoeven doen. Dat is een handig tip voor kleine aquaria's. Dat er een dekseltje in zit, dat je hem open kan doen. Achterin hebben we dus een paar gleuven. Hier zo, hier zo en hier. Dat houdt in dat je ook je slangetje erin weg kan werken. Dus de zuurstofslang, de filterpomp, de verwarming, eventueel andere waterornamenten. Zoals zuurstofbeluchting aan beeldjes en dingetjes. Een zuurstofpompje extra. Dat is allemaal mogelijk. We moeten natuurlijk niet te veel zuurstof erin poppen. Dus we hebben letterlijk de achterkant staat naar jullie toe. Dus deze kant staat naar u toe. We gaan dus in eerste instantie even kijken hoe dit bouwpakketje er totaal uitziet. Nou, zoals we zien, deze doos is leeg. Dus die kan daarheen. Hoppatee, prachtige doos, zeg. Dus we hebben hier een deksel. Dan hebben we hier nog meer attributen, maar het staat er niet op. Wat is dat? Dat is nou een beetje jammer eigenlijk. Dus we moeten alles openmaken om achter te halen wat is. Hier, dames en heren, zit de verwarming in. De verwarming kan nog heel even blijven zitten. Dit is dus een aquarium die ik heb besteld bij Pets Place voor nog geen €57. Gratis bezorgen. Een bezorger was vanaf 30, 40 euro, zoiets uit mijn hoofd, bij Pets Place. Gratis bezorgen. We hebben hier een vaag dingetje, al werkt het helemaal niet. Oh, die laat in de pomp. We halen alles even stukje bij beetje eruit. Oeh, kijk nou. Ik weet niet wat het moet wezen, maar het lijkt me een minifilter. Nou, hier hebben we nog een stukje. Het lijkt me een opzetstukje van de filter. Dus de filter moeten we geheel in elkaar zetten. Ja. Hier hebben wij de snoer voor de verlichting, geloof ik. Dat is een heel klein adaptertje met een klein stekkertje. Lekkere stevige dikke kabel. Dus het is niet zo'n goedkoop kabeltje als wat je bij China haalt of uit het buitenland. Wat heel dun stekkertje hebt. We hebben dus een lekkere dikke stevige stekker. Dan hebben we hier zo'n de doosje is open. Oeh, hij is open. Dan zullen ze vast hebben gespiekt. Dus ja, wie wil er niet zo'n mooi aquarium? Oh, hier zit een geile pomp in, dames en heren. Ja. Oké. Nou, gaan we dat setje even in elkaar zetten. Dan hebben we ook een kwartiertje nodig. Dan beginnen wij met de pomp. De pomp als volgt. Even kijken. We hebben hier de gebruiksaanwijzing hoe dat in elkaar moet. Natuurlijk is dit voor mij geheel nieuw, dus ik moet even kijken hoe dit werkt. Oké. Dan het gehele filter die we hebben. En ik moet even wat doen, want er staat wat in beeld. Hoppatee. Neem maar niet kwalijk, ik moest even de wekker wegdrukken. Dus hier zo hebben we de pomp. Dan hebben we het uitgangsfietje. Maken we dus heel voorzichtig het zakje open. Ik laat je helemaal zien hoe dit te werk gaat als je net een nieuw aquarium koopt. Je moet natuurlijk goed opletten, is het materiaal heel of is het stuk. Het is het belangrijk te weten. We hebben hier twee opzetstukjes. Deze met als groefdraad komt sowieso op de pomp. Dus deze proppen wij heel voorzichtig zo er rondop. Ook een beetje strak. Niet al te strak, want het gaat ook met een rubbertje. We willen die kant op. Dan hebben we hier een opzetstukje. Dus als we goed kijken, hebben we hier het filtermateriaal. Hier het opzetstukje. Hier het pompgedeelte.
Dan heb je hier een stukje. Je kunt neem mijn kwalijk. Dat was bijna mijn aquarium. Nou, we hebben hier een opzetstukje. Dan moet ik even kijken welke waarde hoort. Het zal natuurlijk even wat stroef gaan, want dat alles is nog nieuw. We hebben hier een stukje met een opzetstukje. Oh, nou, het wil niet helemaal. Het wil niet helemaal. Maar ja, makkelijk uit elkaar te houden. Want je hoeft alleen, als je dit soort apparaatje hebt, dus eigenlijk zo in je bak, die kant uitspuitende. En dan staat inhouden, dat als je hier ergens zo klikt, dan kun je het filtermateriaal eruit halen en dan kun je de pomp even op stop zetten, waardoor je de filter kan vervangen. Dus dat is wel handig. Elke pomp is natuurlijk in een type nieuw, of in ieder geval nieuw. Bij een nieuwe aanschaf van een aquarium kun je ervoor kiezen namelijk om te zorgen. Dat je hem goed kan verschonen. En hier hebben we 4 zuignappen. Achterop bij filtergedeeltes, die had hem met sterk vast. En achterop bij de pompgedeelte staan 4 zuignappen. Want die houdt hem het meeste vast, want anders gaat hij een beetje slingeren in je bak. Het zal zonde zijn, dus die zuignappen zijn van groot belang. Die hebben we ook eentje bij het filter. Dus deze zouden wij ongeveer zo in de bak kunnen plaatsen. Even een lampje opzij. Om en nabij, hè. Even inhoeven. Ik wil dit toetje naar de andere kant. Hoppa. Bakje weer vast. Ik moet er even aan wennen dat dat bakje los kan. Dan moeten we even kijken waar het mooiste uitkomt. Nou, ik zal zeggen hier zo. Hop, zuig vast. En zuig vast. Hoppatee. Nou hebben we dus één pomp in de bak geïnstalleerd. Nou hebben we dus dat draadje. Dat draadje laten we heel netjes verlopen via deze gleufjes, dames en heren. Die gleufjes zorgen ervoor dat je bak veilig gesloten kan worden zonder dat de draad bijvoorbeeld hier zo of hier zo ertussen zou klemmen en dat je uiteindelijk stukken draad krijgt, want water en stroom gaat niet samen. En geloof mij, daar ben ik echt uiterste ervaring in, dat water en stroom niet samen gaan. Dat is levensgevaarlijk. Ik heb een keer iemand gekend namelijk, die sopte met een natte waterspons, druipend van het water en schoonmaakmiddel over een natte stopcontact heen. Nou, prima rijden wat daarmee gebeurde. Die kreeg natuurlijk een opzodemieter van een flinke opdonder, noem ik het maar even, van de stroom en water. Dus die lag even op de grond. Dus dat was niet zo'n goede ervaring. Dus vandaar dat wij weten, stroom en water dienen wij goed te beveiligen. We gebruiken enkel die, zodat wij een stormende werking hebben, zo circulerende door de gehele bak. Want als je hem zo laat circuleren aan de bovenkant, zorg je ervoor dat het water van boven beweging houdt. Want bewegend water rot namelijk niet. Nou, we hebben hier zo de LED-verlichting. Oh, prachtig zeg. Prachtig stukje. Ja, heel mooi. Oké, dan moet ik alleen even checken hoe wij dat dan doen. Het lijkt mij water kan. Oh, we hebben zelfs een zakje, dames en heren, wat dat water beter maakt voor vissen. We hebben hier zo waterbiobak. Waterbiobak hebben we 2 keer en we hebben waterconditioner. Dus dat is om kraanwater beter te maken, zodat het visklaar is. We hebben hier zo de lamp, dames en heren. Deze lamp is een ledlamp met meerdere ledjes. Een ledje is namelijk energiezuinig. Er zit een mooi glaasje omheen. Ideaal als het gaat om aquariums en dergelijke. Dus wij gaan nu kijken hoe wij die moeten installeren. Als je heel voorzichtig bent, kan je heel mooi het systeem in de hoek wegwerken. Nou, we hebben dus de lamp gemonteerd. Dat is een ledstrip die je inschuift. Er zitten hier 2 haken, kwam er achter. En in die haken kan je hem vastschuiven. Ging wat stroef, vandaar dat ik er niet achter kwam. Het snoertje wordt hier netjes in weggeleid in het dak zelf, dus in het bovenblad. Dus de deksel, daar is mooi draad weggewerkt. Nu gaan we dus het dekseltje vastzetten. En even kijken hoe dat eruit ziet. Nou, we gaan eerst, nu we de lamp hebben gefixt, met een stroompje natuurlijk. We hoeven niks met plus en min aan te sluiten, want dat is ledlicht. Ledlicht is brandveilig. Hier gaan wij de aquariumverwarming uitpakken, want ook die zal erin komen te zitten. Verwarming, dames en heren, is super geschikt als het gaat om subtropische vissen, zowel alle tropische vissen en de zuignappen. Hebben we nog meer in het doosje? Het doosje is leeg.
Nou, hier, dames en heren, hebben wij de verwarming van de van de aquarium. Deze verwarming is 50 watt, is meer dan voldoende voor deze bak. 50 watt zal deze hele bak moeten verwarmen, namelijk. Deze dingen zetten wij voorzichtig vast. Maar dan mis ik iets voor. Dan mis ik iets voor, want we hebben hier wel zuignappen. Die maken wij dan ook open. We hebben een tafeltje met heel veel restenpapier. Dat dan wel. Oh, en nog niet open zijn, hè? Vervelend zakje. Zo. Nou, ik zei dus dat we dus het verwarmingselement achter in de bak houden. Het liefst zo dicht mogelijk bij de pomp, zodat hij erin blaast, maar ook uitcirculeert. Dat is belangrijk, want nu hier de pomp zit, hier in de bak, gaan we nu de verwarming ophangen. De verwarming gaat door middel van klimmetjes, die je heel voorzichtig aan de verwarming schuift. De verwarming is namelijk kwetsbaar. We moeten dus opletten dat... dat veilig is voor jezelf en veilig voor vissen. Dus we moeten niet te hardhandig ermee omgaan. We zetten hier dus de klimmetjes op de verwarming. Daar zetten wij zo een zuignap op. Konk! Die zit vast. Als je ze er eenmaal op zet, kan je gerust draaien, want het is van glas. Laat het niet stuiteren, want dan is je stuk. Dat is wel belangrijk. Dit verwarmingselement is eigenlijk het meest belangrijke in dit aquarium. Aangezien we tropische vissen willen houden. Er is een lampje hier zo, dat kan je zien dat hij aangaat. Dat is belangrijk. Dit is dus de verwarming, dames en heren. En die plaatsen wij ook dicht in de buurt van de pomp. Nu gaan we dus het even plaatsen. Laten we heel voorzichtig hangen, zonder te stoten. Dan hangen wij de pomp één klein stukje opzij, zodat het er mooi naast kan. Dat zou mooi zijn als je de pomp en het filter een beetje wegwerkt, zodat het niet in zicht blijft zitten. Want als het in zicht blijft zitten, zal wel goed vastzetten, die zuignap. Die andere ook, we hebben er twee. Omdat we nu ervoor hebben gezorgd dat die naast het verwarmingselement hangt, zorgt dat ervoor dat het verwarmingselement de pomp het water opneemt om te filteren en tevens ook goed rondspuit om het te verdelen. Dus dat is een belangrijk iets. Nou, hier hebben we dus twee apparaten naast elkaar. Nu hebben wij twee draadjes. Dat draadje moeten wij ook netjes wegwerken. Nou, we moeten iets draaien, geloof ik. Iets draaien, wel heel voorzichtig, want je wil niet het element stoten. Als je het element stoot, kan hij meteen stuk zijn, dus dat is wel belangrijk te weten. Dat je niet te hardhandig omgaat met de pomp en het filtersysteem. Als de zuignappen helemaal vast zitten, kun je de pomp ook stellen in hoogte. Want de zuignappen zitten vast en die kun je stellen omhoog en omlaag. Nou, nu dat setje bij elkaar is, gaan we ook de pomp installeren. Niet te vergeten dat deze aquarium op een krukje staat, dames en heren. Dus we moeten niet te veel op het aquarium hangen, want dan zou je bodem kunnen klappen. Door het gewicht dat je erop hangt. Hoppa, ook hier werken wij het draadje netjes weg. Hop, er netjes tussen. Gaat dat ertussen? Vast wel. Hoppa, zo. Hoeft ook niet heel strak te zitten, dames en heren. Dit zou meer dan voldoende wezen. We hebben hier dus nu aan de linker achterkant. Dit is namelijk de achterkant. Dit is de voorkant, dus ik heb de achterkant naar jullie toe. Dan kan je goed zien hoe ik de achterkant bewerk. We hangen de pomp aan de linkerzijkant, aan de achterkant. Daarnaast de pomp. Die pomp zorgt ervoor dat hij alsmaar rond blijft draaien in die bak. Als de pomp goed geschikt is voor deze bak, zorgt het ervoor dat we het tuutje iets omhoog moeten zetten, zodat het er bovenuit een beetje stromende beweging krijgt. Het meest belangrijke van een aquarium. Dus hier hebben wij dan de verlichtingsset met het snoertje. Dan gaan we ook die heel voorzichtig aansluiten. Nu ziet dat er heel raar uit natuurlijk, hè. Maar ik moet even kijken hoe mijn... Oh, ik heb hem verkeerd. Neem me niet kwalijk. Dit draadje moet even los. Waarom moet dat nou weer met twee handen? Ik heb het ook zo goed vastgezet in een keer. Hier gaat draad 1. Hop, opzij. Ik had de verkeerde ingang, dames en heren.
Op, en zo wringen wij het draadje weg. Nu hebben wij hier de aquarium. Ook de verlichting gaat in dezelfde uitgang. Hoppa, heel netjes, pietje, precies. En nu gaan we de scharnieren erop zetten. Het scharnier is een mooi druksysteem. Dat ervoor zorgt dat je deksel niet zo gauw losgaat. Dus moeten we hem even klik zeggen. Waarom wil deze niet? Het is even een moeilijke klus. Maar als je hem er eenmaal in hebt. Zo, zoals dit. Dan houdt het in dat de deksel zo open kan blijven. Hij zal niet te snel dichtvallen, gelukkig. Hier hebben we dus één aquarium met deksel, pop en verlichting. Maar als we hem willen testen, moet ik hem eerst even draaien, zodat jullie alles goed kunnen zien. We tillen daarvoor de bak geheel op. Doe dat wel als er geen bodemsubstraat in zit. Want alleen dan kun je hem tillen. Zou er een gewicht in de bodem zijn, dus in de bodem van deze aquarium, en je tilt hem op, heb je kans dat je bodem klapt, heb je niks. Dus we dienen dit dus heel verzorgd te doen. Wij hebben hier een schakelaar van aan en uit. Dan staat er niet op wat aan en uit is, dus dat moeten we proberen. Nou had ik een stuttertje. Moet ik even zoeken waar ik die heb gelaten, want ik laat overal weer alle slingeren. Die hebben wij hier. We hebben hier de starter. Dit is gewoon een plug-and-play systeem. Zoals we zien, plug-and-play. Het zou eventueel vastgezet kunnen worden met een elastiekje of een tapeje, dat hij hem zo vast blijft houden. Want anders heb je kans met speling, dat hij loslaat. En dat zal zonde zijn. Nu hebben we de pomp geïnstalleerd. We hebben de poes in beeld. Nu vindt het altijd alles interessant. Nu is het moment daar dat wij de sticker in een stopcontact gaan doen. En kijken of de lamp het doet. Nou, of de lamp het doet. Zo, wel blijven staan alsjeblieft. Niet vallen, want dat zou doodzonde zijn, hè. Nou, dan doen we de deksel even open. Ja. Open. Gaat nog eens toe. Dan hebben we hier het led. Nou, dan doe ik de stekker in een stopcontact en dan kijken we wat er gebeurt. Dan krijgen we een kortsluiting, dan moeten we de zaak bellen. Nou, stekker erin. En er gebeurt nog helemaal niks. Dus de schakelaar staat nog uit. Nu gaan we de schakelaar aanzetten. Nu zien wij hier een goede verlichting van ledverlichting. Nou, het bakje kan weer even dicht. Dan zien wij een stuk meer. We hebben hier een goed afgesloten bak, waardoor je ervoor zorgt dat het water in de bak blijft. We hebben hier dus een goed verwarrende aquarium met verwarmingselement en een filterpompje. Die dienen we later aan te sluiten, dus dat kunnen we nog heel even zo laten. We kunnen dus in deze aquarium eigenlijk alles kweken, zoals zoet water, als zout water, als reptielen, amfibieën en dat soort dergelijke. We kunnen dus een landgedeelte bouwen in deze bak, maar je kan ook gewoon zeggen, je houdt er gupjes in, of plaatjes en tetra's, dat zijn allemaal subtropische visjes. Dus zo zien we dus eigenlijk hoe wij een bak uitpakken. Zet ik de schakelaar uit. Zo zie je dus wat een helemaal breed verschil. Nou, dames en heren, dit is dus even gauw het installeren van de aquarium, even het uitpakken ervan. Dit is dus de video ervan. Nou mensen, we hebben dus het aquarium binnen. Dit was dus de hele video ervan. Hoe dit aan te pakken. Als je hem net uitpakt, waar je op moet letten. Wat de eerste voorzorgsmaatregelen zijn om te kijken, is dat compleet of niet. Dit is eigenlijk een cadeautje voor mezelf. Ik heb dit cadeautje voor mezelf gekocht, want ik ben over een paar dagen jarig. En ik heb mijn eigen verweten met een vervroegd cadeautje. Dit is dus hoe we de bak installeren en uitpakken. Eigenlijk ja, opzakken en uitpakken. Het installeren en het zand en het indelen, inrichten, komen allemaal andere video's van. Dit was de unboxing video, dus mensen, vind je het een leuke video? Even duimpje omhoog, even abonneren op mijn kanaal, papier en zo bewaren wij hierbij. Want ook het goedje zit erbij om water goed te krijgen, dus dat bewaren wij in de bak. Dan zou ik zeggen, vindt u het een leuke video? Even duimpje omhoog, even abonneren op mijn kanaal. Vergeet daarbij niet rechts onder een beeld op het belletje te drukken, zodat je up-to-date blijft voor mijn nieuwste video's. En voor eventuele vragen of opmerkingen over deze video, hierboven de link. En dan zou ik zeggen, adios amigos.